jij hebt zelf ook een mooie relatie, die wel op een hele bijzondere manier begonnen is. Dat weten de meeste mensen weten dat ook wel. Volgens mij kwam dat eigenlijk, was het een ongelukje bij een gelukje eigenlijk, hè? Het ongeluk gebeurde waar je het over hebt in Greece. Ja. Toen, toen waren we allebei heel lang uit de show. Ja. En toen zijn we wel nog dichter naar elkaar toegegroeid natuurlijk. En toen, ik denk een paar maanden daarna of zo, ja. toen kregen we iets en echt officieel. Want op een gegeven moment was het, gaan we door of gaan we niet door? Ja, ik ben altijd zo nieuwsgierig naar hoe mensen een relatie hebben en hoe ze het fris houden. Jullie zijn volgens mij iets van 13 jaar bij elkaar nu of zo? Mm-hmm. Ja, zoiets wel. Ja. En is het nou zo, op het moment dat je iemand ziet, heb je dan gelijk het gevoel van verdikken, maar daar zit meer in? Of is dat iets wat groeit? Of... Nee, groeit. Ja? Ja. Was dat bij je vorige relatie ook zo? Dat het moest groeien of was je toen ook gelijk verliefd? Ja, toen was ik ook wel gelijk verliefd. Je voelt wel gelijk iets. Ja. Maar het dat je dus heel lang bij elkaar blijft, dat moet groeien. Want verliefd zijn en echt gewoon je levenspartner worden zijn wel twee verschillende dingen voor mij. Mm-hmm. Maar bij mijn vorige relatie, zij speelde toen in een clip van mij. Toen was ik ook wel gelijk verliefd dat weekend. Dus, en toen hadden we ook 3 jaar daarna iets. Maar toen was ik veel jonger. Toen was ik 16 of zo. En dat duurde tot bijna mijn 19 of net 19. En toen op mijn 19 ontmoette ik Bettina. Ja. En dan, maar ja, zij was een stukje ouder. Dus dan ga je het ook hebben. Oké, als we doorgaan. Hoe zit het daar met kinderen? Hoe zit dat met kinderen en zo? Dus die gesprekken voerde ik al op mijn 20ste. Is zij Friesin toevallig? Want ze heeft Holder daar van achteren. Komt ze uit Friesland? Haar vader is Fries. Oh. En haar moeder, volgens mij komt zij uit... Nee, ik ga toch zo eens vragen. Ik moet sowieso even naar binnen, want mijn batterij is bijna op. Oké. Okay. Maar haar vader is zeker een Fries. Ja. En maar zij heeft niks met Friesland, hoor. Nee? Ze heeft er wel wat mee, maar het is niet dat zij Fries spreekt. Is jouw moeder nou ook Fries, of niet? Ja, half Gronings, half Fries. Hier, hallo Bettina. Hi. Ja, ze hoort je niet, want je zit in mijn oor. Oh, nou. En ze loopt naar... Dat is een hele goede plek om te zitten, natuurlijk. Ja. En merk jij nog steeds dat jij toch wel een idool bij vrouwen bent? Want wij zien er natuurlijk allebei heerlijk uit. Ja. Ja, nou lach. Ja. Maar je ziet er gewoon hartstikke goed uit. Dus ik kan me voorstellen dat het nog steeds de aandacht heeft. Mooie beelden, meester en mensen. Van Jim Buckham die vastzit in een overpeinzing. Ik weet niet precies wat het is. Een ogenblik. Ja, ben er weer. Ja. Nieuw bloesje. Ja, we waren bij Bettina gebleven, want dat is de liefde van je leven. Mijn vraag bij jou is, je hebt nu een zoon en 2 dochters. Had jij toen jij met idols aan het kutten was, dat je het idee had, als ik een jaar of 30 ben, dan wil ik wel een paar kinderen hebben en gezetteld zijn. Had je dat idee toen? Ik zei wel altijd dat ik jong vader wilde worden. Want ik was 25 toen ik mijn eerste kind kreeg. En ik heb dat nooit gezien als, dat is te jong of zo. Nee? Nee, nooit. En ook nu nog steeds niet. Want ik vind het af en toe wel veel wat er... Ik was 27 en toen had ik 2 kinderen en we waren een huis aan het verbouwen en weet ik veel wat. En heel veel van mij, mensen in mijn omgeving van die leeftijd, die hadden het allemaal nog niet. En ik dacht wel van, oké, het is wel veel af en toe. Ja. En veel werken erbij en zo. Dus dat was af en toe wel wennen. Maar ik heb nooit gedacht van, want ik vind het te gek als ik straks 40 ben. Dan heb ik gewoon een zoon van 15 en een dochter van 13 en een dochter van 9. En dat vind ik te gek. Deze quarantainetijd kan ik natuurlijk niet werken. Nee. En hebben mijn vrouw en ik ons ingezet, juist onze bekendheid en ons netwerk, om op de bres te springen voor een ziek jongetje, Jamie. En dat is een jongetje van 1 en dat is zo'n individueel geval. En dan denk je, het is 1 kind, oké. Maar ik denk dat juist die gevallen, los van alle grote stichtingen als UNICEF, Save the Children en... Ik ben een tijd geleden ambassadeur geweest van Free a Girl, die stichting van Jolante. En dat is allemaal fantastisch. En dat die doen fantastisch werk. Maar ik wilde me nu juist focussen op gewoon een individueel geval die misschien wel deuren kan openen en de weg vrij kan maken voor
andere gevallen in de toekomst. En vandaag is er een duet uitgekomen van Glennis Grace en mijzelf. Het nummer heet Ik Kijk Naar Jou. Dat is weer geschreven door mijn vrouw Bettina. Voor Jamie. En dat is eigenlijk voor alle ouders met zieke kinderen. Of met, nou ja, met zieke mensen om zich heen. Dat is mooi. Helemaal blij met het eindresultaat. Nou, daar gaan we naar kijken. We gaan naar luisteren. Daar hebben we nu ook de tijd voor. Want we zijn aan het einde van dit gesprek in ieder geval. Ik heb altijd gedacht dat het altijd te kort is met jou. Maar goed, dat neemt niet weg. We doen dit gewoon om dezelfde tijd. Om dezelfde tijd. Ik heb ervan genoten, Jim. Dankjewel voor je openhartigheid. Ik ook weer. En we gaan nu kijken naar Grace en naar jou. Ciao. Yes, dankjewel. Ja, jongen, jou bedankt. Doei. Doei. De wereld draait door, maar alles is anders dan voorheen.